Hoi allemaal, ik ben meneer Van Urk en in deze video ga ik uitleg geven over de stikstofkringloop. In dit schema zie je de stikstofkringloop weergegeven. Dan denk je, wow, wat een ingewikkeld schema. Ja, dat klopt, het is een ontzettend ingewikkeld schema en dat komt omdat er heel veel stoffen bij betrokken zijn en heel veel verschillende organismen die allerlei processen uitvoeren. Daarom ga ik deze stikstofkringloop in kleine stapjes uitleggen. Allereerst de symbolen die in dit schema staan. Je hebt als eerste de rondjes. De rondjes die geven aan wat voor een stof er wordt omgezet. Dus de rondjes gaan over stoffen. Dan heb ik in de rechthoekjes heb ik de organismen gezet. Dus overal waar een rechthoekje zit, zie je welk organisme erbij betrokken is. En als laatste zie je pijlen. De pijlen geven het proces aan met daarboven de naam van het proces en welk organisme dat proces uitvoert. Dus nu ga ik de stikstofkringloop in kleine stapjes uitleggen, zodat je uiteindelijk het hele schema gaat snappen. De organismen die een rol spelen in de stikstofkringloop, die kun je indelen in vier groepen. Je hebt de producenten, de planten, de consumenten, de dieren en de reducenten, de rottings en de urobacteriën. Nou, deze drie spelers die ken je al vanuit de voedselkringloop. Als je daar meer over wil weten, klik dan op de knop hier rechtsboven. Dan krijg je nog een extra uitlegvideo over de producenten, de consumenten en de reducenten en hun rol in de voedselkringloop. Dan heb je ook nog bij de stikstofkringloop andere aerobe en anaerobe bacteriën. Aeroob betekent met zuurstof en anaeroob zonder zuurstof. Dus je hebt bacteriën die leven met zuurstof en bacteriën die leven zonder zuurstof. Dus in de stikstofkringloop heb je heel veel verschillende soorten bacteriën die een rol spelen. Daarom wordt die zo ingewikkeld, omdat er gewoon heel veel verschillende bacteriën bij betrokken zijn. De stikstofkringloop is een kringloop van stoffen met daarin het element N, stikstof. Wat betekent dat nou? Als je bijvoorbeeld kijkt naar water, water is H2O, dat bestaat uit de elementen waterstof twee keer en één zuurstofatoom, O. Of koolstofdioxide, dat is CO2, dat bestaat uit één C-atoom, één koolstofatoom en twee zuurstofatomen, twee O'tjes. Nou, zo heb je ook heel veel stoffen met erin het element of het atoom N. Nou, op aarde komt het meeste stikstof voor als stikstofgas in de lucht, N2. Dat zijn dus twee stikstofatomen aan elkaar vast. De lucht bestaat namelijk voor bijna 80% uit stikstofgas. Dus dat is de grootste bron van stikstof op aarde. Maar ook in organismen zit stikstof, bijvoorbeeld in de aminozuren. En aminozuren zijn weer bouwstoffen voor eiwitten en daardoor zitten dus ook in onze eiwitten. Ook zit stikstof in nucleotiden, dat zijn weer de bouwstoffen van DNA en RNA. En ook ATP, de energiedrager ATP, is een nucleotide, dus daar zit het ook in. En het zit in chlorofiel in planten, in bladgroen, dus in de bladgroenkorrels. En bij dieren die scheiden urine uit en daar zit het vooral in ureum en urinezuur. Dan heb je ook nog stikstofhoudende stoffen in de grond en in het water. Ammoniak bijvoorbeeld, dat is een gas. NH3 komt voor in de lucht, maar het gaat ook in het water en in de grond. En dan wordt het omgezet in ammonium, dat is NH4+. En dan heb je nog nitriet en nitraat, NO2- en NO3-. Daar zit ook stikstof in, het element stikstof. Dus in deze stoffen allemaal, die zul je zo meteen terugvinden in de stikstofkringloop. Daar zit dus het element stikstof in. Nu ga ik het schema van de stikstofkringloop in kleine stapjes uitleggen. Te beginnen bij de producenten en de consumenten, dus de planten en de dieren. Eerst de planten, die maken door middel van fotosynthese glucose. En stikstof nemen ze op uit de bodem in de vorm van vooral nitraat, NO3-. Dus via hun wortels nemen ze nitraat op. Nou, met glucose en nitraat kunnen ze
andere grotere stoffen maken, grote organische stoffen maken. Als eerste aminozuren. Dus dat zijn de bouwstoffen voor de eiwitten. Dus met nitraat en glucose maakt hij zijn eigen eiwitten. Ook maakt hij nucleotide daarvan. Dus de bouwstoffen van DNA en RNA. En chlorofiel, het bladgroen. Dus hij bouwt als het ware zijn eigen stoffen op met glucose en nitraat. En daarom noem je dat stikstofassimilatie. Nou, de planten die worden gegeten door de dieren, de planteneters. Dus als een konijn een blaadje opeet, dan gaat hij dat eerst verteren. Dat betekent de plantaardige eiwitten die worden afgebroken tot aminozuren, tot losse aminozuren. En het DNA en RNA wordt afgebroken tot losse nucleotiden. En dat neemt hij dan op in zijn bloed en komt dan bij de cellen. En de cellen maken dan van die losse aminozuren weer eigen dierlijke eiwitten. Dus de plantaardige eiwitten zijn dan omgezet in dierlijke eiwitten. En van de losse nucleotiden maakt hij dan zijn eigen DNA en RNA. Nou, dat proces is dus vertering en voortgezette assimilatie. Dus je hebt eerst de stikstofassimilatie in de planten, dan maak je aminozuren en nucleotiden. En de dieren die zetten die assimilatie voort, als het ware, die maken van die aminozuren eiwitten en van die nucleotiden DNA en RNA, dus grotere stoffen. Daarom heet dat voortgezette assimilatie. Dan gaan we naar de volgende stap in de stikstofkringloop, die van de reducenten. Planten en dieren die sterven op een gegeven moment en vormen dan op de grond dood organisch materiaal, oftewel dood organisch afval, dat noem je ook wel detritus. Ook scheiden dieren ontlasting uit, dat is ook dood organisch materiaal, dus ook detritus. Nou, die detritus die wordt omgezet door reducenten, door rottingsbacteriën, in ammoniakgas, NH3. Ken je misschien wel, als een diertje op de grond ligt weg te rotten, dan komt er een enorme stank vanaf. En die stank die je ruikt, dat is ammoniakgas. Ook breken dieren eiwitten af die ze te veel hebben. Dus grote organische stoffen worden afgebroken, dat noem je dissimilatie. Dus die eiwitten, die aminozuren worden afgebroken tot ureum en urinezuur. Dus dieren scheiden die dan uit via de urine. Die urine, die ureum en die urinezuur, die worden afgebroken door andere reducenten, door urobacteriën, ook tot ammoniakgas. Ook dat kan je wel, als je toiletten niet goed schoonmaakt, dan gaan die op een gegeven moment enorm stinken. En die stank, dat is ook ammoniakgas. Nou, die twee processen, dus van detritus naar ammoniakgas en van ureum en urinezuur naar ammoniakgas, dat noem je ammonificatie. De term ammonie zit erin, van ammoniakgas, dus daarom ammonificatie. Dan gaan we naar de volgende stap in de stikstofkringloop, die van de nitrificatie. We hadden ammoniakgas, dat wordt voor een deel uitgestoten naar de lucht, en maar voor een groot deel omgezet in de bodem in ammonium, Na4+. Het ammonium wordt vervolgens door nitrificerende bacteriën, nitrietbacteriën, omgezet in nitriet, NO2-. En dat wordt vervolgens door andere nitrificerende bacteriën, de nitraatbacteriën, omgezet in nitraat, NO3-. Nou, die nitrificerende bacteriën die zijn wel bijzonder, want die zijn chemoautotroof. Autotroof betekent, je kunt van anorganische stoffen al je organische stoffen maken. Dus je hebt verder geen andere organismen nodig om te kunnen leven. Nou, de meeste autotrofe organismen die doen aan fotosynthese. Dus die gebruiken het zonlicht als energiebron om hun organische stoffen te maken. Nou, chemoautotrofe organismen die gebruiken geen zonlicht als energiebron, maar die gebruiken de oxidatie van anorganische stoffen als energiebron. Dus in dit geval de nitrietbacteriën gebruiken ammonium, dat wordt geoxideerd. En nitraatbacteriën gebruiken nitriet, dat wordt dan geoxideerd. En met de energie die daarbij vrijkomt, kunnen ze andere organische stoffen maken. Dus deze bacteriën hebben zuurstof nodig voor die oxidatie.
Dan gaan we naar de volgende stap in de stikstofkringloop, die van de stikstoffixatie. Planten die kunnen de grootste stikstofbron op aarde, namelijk die van stikstofgas in de lucht, kunnen ze niet gebruiken als stikstofbron, want ze kunnen gewoon dat stikstofgas niet binden en omzetten in een andere stof. Daarom nemen planten nitraat op uit de bodem en gebruiken dat nitraat dan als stikstofbron. Nou, sommige bacteriën kunnen dat wel. Die kunnen stikstofgas uit de lucht binden en dan vastleggen in andere stoffen. Daarom heet het ook stikstoffixatie. Fixeren betekent vastleggen. Dus ze leggen dat stikstof vast in andere stoffen. Nou, knolletjesbacteriën zijn een voorbeeld daarvan. Die leven in de wortels van bepaalde planten en zetten stikstofgas uit de lucht om in ammoniakgas. Dat wordt in de bodem meteen omgezet in ammonium en dat wordt door andere bacteriën weer omgezet in nitraat. En nitraat wordt dan opgenomen door die planten waar die knolletjesbacteriën in leven. En planten maken daarvan dan hun eigen aminozuren, dus hun eigen eiwitten. Nou, als je meer wil weten over die knolletjesbacteriën en over die planten waar ze in leven, klik dan hieronder rechts op de knop. Dan ga je naar een video waarin ik dat verder uitleg. Dan heb je ook nog vrijlevende stikstofbindende bacteriën in de grond. Die zitten dus niet in de wortels van planten, maar die liggen gewoon los in de bodem. En ook die kunnen stikstofgas omzetten in ammoniakgas. En in het water heb je ook nog cyanobacteriën, die zetten stikstofgas om in ammoniakgas. Dus je hebt eigenlijk drie soorten van bacteriële stikstoffixatie. Nou, dat moet wel gebeuren onder zuurstofarme condities, anders kan die omzetting niet plaatsvinden. Dan heb je ook nog een andere vorm van stikstoffixatie, de fotochemische stikstoffixatie. Dat gebeurt dus niet door bacteriën, maar door de bliksem. Als het onweert, dan bliksemt het en dan wordt het stikstofgas uit de lucht samen met ozon wordt omgezet in nitraat. En dat nitraat valt dan met de regen naar beneden en komt dan in de bodem terecht. Ook het verkeer en de industrie, die stoot een heleboel stikstofoxiden uit. En dat wordt dan omgezet in nitraat en komt dan ook via de regen naar beneden en komt dan in de bodem terecht. Dus je hebt drie manieren van stikstoffixatie. Als laatste heb je nog de verschillende soorten anaerobe bacteriën. Als eerste de ammonificerende bacteriën, die zetten nitraat om in ammonium door een proces dat heet ammonificatie. Dan heb je de recent ontdekte anammox bacteriën, die zetten ammoniakgas om in stikstofgas door het proces van deammonificatie. En dan heb je nog de denitrificerende bacteriën, die zetten nitraat om in stikstofgas door het proces van denitrificatie. Nou, al deze bacteriën die leven onder anaerobe condities, dus onder condities zonder zuurstof of in ieder geval met heel weinig zuurstof. Anders kunnen ze gewoon deze processen niet uitvoeren. Dus vandaar de naam anaerobe bacteriën. Dan gaan we nu alle afzonderlijke stapjes bundelen in één compleet schema. We hebben gezien dat de producenten de planten nitraat vastleggen in plantaardige eiwitten, dat de dieren die plantaardige eiwitten weer omzetten in dierlijke eiwitten en dat reducenten, de rottingsbacteriën en urobacteriën, dood organisch materiaal omzetten in ammoniakgas, dat ammoniakgas in de bodem meteen wordt omgezet in ammonium en dat nitrificerende bacteriën dan van ammonium nitriet en vervolgens nitraat maken en dat de planten dat nitraat dan opnemen en hun eigen plantaardige eiwitten maken. Ook hebben we gezien dat de knolletjesbacteriën stikstofgas uit de lucht kunnen vastleggen in andere stoffen. En als laatste hebben we gezien dat anaerobe bacteriën, zo bijvoorbeeld de denitrificerende bacteriën nitraat kunnen omzetten in stikstofgas. Nou, dit schema is nu eindelijk compleet en ik hoop dat je het nu beter snapt doordat ik het in kleine stapjes heb uitgelegd. Nou, het hele schema staat ook in BINAS.
Je moet maar eens kijken of je elke stap in Binance kunt vinden. Dus je hoeft het niet uit je hoofd te leren. Je moet elke stap wel kunnen opzoeken in Binance. En je moet wel bij elke stap snappen wat er gebeurt. Dit was mijn uitleg over de stikstofkringloop. Als je op de hoogte wil blijven van nieuwe video's, abonneer dan op mijn kanaal. En als je meer wil weten over ecologie, klik dan op de playlist hiernaast. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!